Marianne, je wint niet de etappe, maar toch weer lekker in het roze. Ja, nou ja, dat is natuurlijk mooi om in de Giro in het roze te kunnen rijden. Ik heb onderweg niet zozeer voor de puntentrui, maar voor de secondes gesprint. En ja, je weet nooit waar dat op het eind toe kan leiden. En ja, het was goed om die mee te pakken. En dat zorgt er nu voor dat ik in het roze sta. Kirsten ging als eerste over de streep. Die wist het niet helemaal zeker. Jij moest even aangeven van, nou Kirsten, je hebt gewonnen. Ja, we waren close. Ik zag Kirsten me wel passeren. Maar ik jumpte nog, dus ik kwam er nog iets dichterbij. Maar ja, ik zag wel dat Kirsten volgens mij gewonnen had. En ja, uiteindelijk blijkt dat dan ook uit de beelden. Maar wisten we het eigenlijk nog niet eens zeker. Je hebt wel de bonificatieseconden, heb je genoeg gepakt om het roze te pakken. Wat betekent dat nou voor morgen? Gaan jullie je tactiek daarop aanpassen? Nou goed, het is natuurlijk allemaal nog heel dicht bij elkaar. Dus het is niet zo dat we nu morgen al heel erg verdedigend gaan rijden. Dat past nog niet in het plaatje, dat is voor de rest van de week. Dus kunnen we morgen wel een klein beetje vuurwerk van jullie verwachten? Nou goed, vandaag was het een hele nerveuze etappe met wel een aantal aanvallen, maar ook dusdanige snelheid in de finale dat een echte vlucht er niet in zat. Ja, de vraag is of dat morgen wel gaat gebeuren, want er zijn toch wel een aantal sprintploegen die erg op de sprint zitten te kijken. Ga lekker genieten van de roze champagne. Ja, zeker.